Zandvoort, 11 uur vanochtend. De eerste badgasten zijn al op weg naar het strand. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Dat was vorig weekend wel anders. Toen werd de badplaats overspoeld met dreigende, plunderende en seksueel intimiderende jongeren. Maar het lijkt dat daar nu verandering in komt. Dat er gewoon wat meer politieeenheden op de been zijn. Er zijn meer handhavers op de been. We hebben camera's nu op de boulevard hangen die de boel mee in de gaten houden. Ik ben blij dat ik zie dat er dit weekend zo'n opschaling heeft plaatsgevonden. Dat agenten op de boulevard zichtbaar aanwezig zijn. We hebben gisteren gewoon een heerlijke dag gehad eigenlijk. Er zijn veel meer controles geweest en de rust is eigenlijk weer terug in Zandvoort. Priester en andere strandtent-exploitanten denken dat het een mooie, gezellige zomer kan gaan worden, mits er de komende periode voldoende politie en handhavers worden ingezet. Maar de inwoners van Zandvoort hebben er een hard hoofd in. Mensen zijn gewoon niet meer veilig. Nou, en je komt hier voor de gezelligheid en je rust en niet dat je lastiggevallen wordt. En je spullen zijn ook niet veilig op strand, hè? Want ze komen met bendes. Jongens die op het strand lopen bij de bedjes, dat die zijn bespuugd. Een hoop messen zijn gevonden tussen de bedjes toen de handhaving kwam. Het is voornamelijk Marokkaans volk. En er lopen echt wel een hoop normale gasten tussen. Maar ik denk 90% zijn alleen maar uit om rellen. Nou, en dan krijg je dit soort tuig. Nou, maak ze af. We hebben meerdere keren aangesproken, ja. En dan? Ja, dan staat er 40 man om je heen. Dus je van, oh, ben jij de held? Wil jij de held vandaag? Kom maar op. Dit is al meteen. Jaren zo. Dit is echt maar nu is het erger, omdat ze met wapens lopen. Weet je, te praten heeft geen zin meer. Weet je, we hebben van niemand respect voor. De ouders hebben ze geen respect. Nergens hebben ze respect voor.